Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. Patrick Jurgens, je 200ste wedstrijd van HHC. Ik kan me voorstellen dat je hem in gedachten toch liever wat mooier had gezien. Ja, je weet dat het vanavond de 200ste wedstrijd is. En dan hoop je op een hele leuke middag. En natuurlijk op 3 punten, maar goed. Dat zat er helaas niet in vandaag. Wat is eigenlijk de reden volgens jou dat wij hier gelijk hebben gespeeld? En eigenlijk toch, ondanks dat we misschien iets sterker waren, geen 3 punten hebben gepakt? Ik denk dat we vandaag gedwongen werden ook voor de lange bal. Veel fysiek. Nou goed, je hebt de jongens gezien aan de andere kant. Dus we moesten het vooral ook hebben van de tweede ballen. En ons spel is normaal van achteruit opbouwen en dan met goed voetbal tot de kans komen. Ja, nu was het vaak vanuit de tweede bal voetballen en dan zorgen dat je voor de goal komt. Ja, ik denk dat we over het algemeen wel een paar kansjes meer hebben gehad dan wat zij hebben gehad. Maar goed, gezien het spelbeeld denk ik dat wel een terechte uitslag is. Maar was het ook echt nodig om op die lange bal te gaan spelen, wat je zegt? We werden daartoe gedwongen. In hoeverre had je daar eigenlijk de keuze in dan, om dat te doen? Nou, op het moment dat Sander de bal had en wij uitstapten achterin, zetten zij vrij hoog druk. Nou goed, het veld hobbelde ook nog wat her en der, dus in het begin hebben we wel geprobeerd om op te bouwen. Maar hij zag toch dat we daar eigenlijk niet onderuit kwamen. Dus goed, dan kies je op een gegeven moment voor een lange bal. En dan moet je aansluiten en zorgen dat je het kort houdt en dat je vanuit de tweede bal, wint en dat je vanuit de tweede bal gaat spelen, zeg maar. Vorige week kwam je volgens mij als invaller, als ik het goed zeg, in de wedstrijd. Nu mag je weer in de basis. Moet volgens mij ook een prettig gevoel geven. Ook in je 200ste wedstrijd natuurlijk. Ja, nee, dat is super. Ik bedoel, als je in mag vallen als 200, met je 200ste wedstrijd, is natuurlijk ook super. Maar goed, het staat er vanaf het begin, dat is helemaal top. Ja. Volgende week maar de 201ste wedstrijd en dan met 3 punten. Ja, daar gaan we voor, hè. Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.